Het zit er haast op de Kalmer Katkuieren. Dus is het tijd om even weer om te zien mij een van de organisatie en de voorzitter in dat ik had ik het goed begrepen. Maar Jan Skinkel. En hij wordt in gesprek met Hendrikje Talsma. Ja, inderdaad. De voorzitter Jan Skinkel hier bij me. Jan, bij u op de site zit regen, regen, regen en bikkels. Mij de eerste foto's van de Kalmer Katkuier. Klopt dat? Nou, ik moet zeggen, het lieke bol een heel beetje op de helft van 63. Alleen daarin zouden we het jaren, die zijn op bepaalde stukken van de route. En weer het zo'n hurde wien. En weer het echt moeilijk rennen was. Dat, maar ja, van de morgen is het inderdaad start met Rijn, Rijn, Rijn. En gelukkig is naar een oeders, nou jawel, met het bedroeg. En is gelukkig droeg bloemen, maar het weer echt koud. Ja, en het weer vooral die wien op Mieren, he, die het de meesten heel erg moeilijk maken. Ja, inderdaad. Daar kregen we dan ook. En de meesten weer ik wel blij dat ze wel in een beetje de, nou ja, de bebouwing gaan, zeg maar. Om een beetje uit de wien erin en bieden te komen. Want dat weer een zwiersteek was. Haast dan nou, aan het einde van de dag, enig idee hoeveel meesten dat er meiden in totaal? Ik denk dat het nou, toch een beetje rond de 380 mensen werd binnen, want ik had 15 kilometer, daar had ik als verkeerde regel het meeste in. En nou, er binnen een dikke 100 ben ik daar verbieden aan. En dat voel me dan mij, mijn 15. Hoeveel voor is Groningen hier in Jem? 321. Exact binnen, maar iets in de 320. Als de indruk ik dat er een prutte meesken uiteindelijk net opkwam binnen dagen van die voor in Groningen? Van de morgen toen ik hier wijgong ben, toen zeiden ze van het is dus mij volgens zo'n prutte nog van de voor in Groningen die het toch nog kwam binnen ondanks de rij. Nou is het de tweede keer dat de Kalmer Katkuier volgens mij in deze hoedanigheid hier is. Vorig jaar werd het natuurlijk stralend mooi warm, misschien zelfs wel een beetje te warm. Nu is het de oren uiterste. Je hebt de moord net zakje. Daar litten we de moer net een zakje. Dan moet het wel echt zo werden van wie dan ook je meisje kwam, dan hebben we er misschien heel hard voor zitten. Maar het is nou altijd nog wel even een evaluatie worden van patiënten wat we de komende jaren nog wel zullen. Want mij, hoe grote groep organiseer je hem dit? Hoe, nou, ik ga even net goed zeggen. Hoe groot is de groep weet je hem dit mij organiseren? Zijs man. En natuurlijk net de 14e vrijwilligers, maar ik bedoel, maar dat kist net zonder. En dat wie eigenlijk een ploeg van een man of 12 tredje. Dus mijn man of 20 hebben het, 22 meter exact, hebben het weer red. En gelukkig zonder een pro aardige waas, zou ik het goed begrepen. Maar. Ja, want via er geen blessures en zo? Nee, ik had toevallig ik even mee hier praten voor mijn stempelpost en de EHBO, die Roen riert op route en die hier man peer hoor. En dat weer alleen maar liet op leerlijke, dat weer op pleisterke plakken zei. Nou, het zit er nou bijna op, het feestje nog net. Ben er nog weesken voor die zo aan het einde van de dij? Weesken? Net echt. Ik ben al lang blij dat het al goed verronnen is. En dat er geen rare dingen gebeurd binnen. Er gebeurt altijd wel wat natuurlijk. Maar geen erge dingen. En daar ben ik al lang blij mee. De enige wees nou nog is dat Kalm kampioen wordt met voetbal, of net? Dat feest meisje we van de jongen mij. Nou, de eerste wel een hele optimistische Jan Skinkel hier. En de tocht is, ondanks de hurrewien en de rijn in het begin, heel goed vooral. Wat is die beeld daar verder bij, Hendrikje? Wat is het een succesvolle tocht? Ja, die indruk heb ik wel. Ik vond de meesken heel optimistisch. Ondanks die rijn en die hurrewien. En als je de meesken rennen, de kuierders. En die houden er dan toch een hele sjeu aan. Met hun blijde gezichten en hun lol. Ja, nou hartstikke mooi. Succesvolle tocht. Tweede editie kunnen we in ieder geval opschreeuwen. Doe best ik onderwijs wist met de videocamera en dergelijke. En daar kunnen we morgen de beelden voorzien op RTV NOF op kanaal 20 van Kabel Noord. En ook op onze website rtvnof.nl natuurlijk. Hendrikje, bedankt voor je bijdrage. En zie ik je een lekker bakje thee op zoek zitten. Doe ik. Hendrikje Tals met die live verslag vanuit Kalm van het afsluitende Kalmer Katkuier. Maar het is daar natuurlijk nog feest. Joert en tot en met Koninginnedij. Dus Gonda zeker even zien. Dat is de moeite waard. Zometeen in de tweede helft van de live voetbalwedstrijd die we voor jou in de...